Goedenavond. Vanaf morgen zullen we niet meer zomaar kunnen gaan winkelen. Toch niet in winkels die geen essentiële waren verkopen. We moeten eerst een afspraak maken. En dat moet het aantal coronabesmettingen doen dalen. Voor essentiële winkels hoeft u geen afspraak te maken. Het gaat dan om voedings- en dierenvoedingswinkels, apotheken, kranten- en boekenwinkels, telecomwinkels, doe-het-zelfzaken, tuincentra, bloemen- en plantenwinkels en gespecialiseerde winkels voor naai- en breiwerk. In alle andere winkels heeft u dus wel een afspraak nodig. We gaan vooral de moed niet laten zakken en we gaan het via een persoonlijk boek. Dus elke klant die binnenkomt en die nog geen afspraak langer op voorhand heeft gemaakt, gaan we kijken of er plaats is om veilig te shoppen. Handelaars zijn nog aan het bekijken hoe ze die reservaties zullen noteren. Maar ze zijn wel opgelucht dat het een soepel systeem is. Je mag zelfs op de stoep nog een afspraak maken. Ja, ik vind het wel spannend. Jawel, jawel. We gaan het proberen. Hè. Je moet positief blijven en als het weer zo mooi is als dat het nu is, ja, dan gaan er sowieso wel wandelaars zijn en ja, we kunnen het maar proberen. Toch vrezen handelaars dat klanten zullen wegblijven, want echt fun shoppen, zomaar winkels binnen en buiten lopen, dat zit er niet in. Staat voor je klaar. Dankjewel. Dag. Veel plezier ermee, hè. Nu voel ik, als je in een winkel een afspraak maakt, dat je het gevoel hebt dat je moet verplicht zijn te kopen. Dat gevoel heb ik. En ik denk dat zoveel dames gaan zijn. Ik denk het wel. Het is dus niet nodig om uren vooraf een afspraak te maken. Dat kan bij wijze van spreken ook aan de deur, enkele minuten voor u binnen wil. U loopt dan wel het risico dat er geen plaats meer is, want er mag maar 1 klant per 10 vierkante meter binnen. Meer dan 50 klanten mogen nergens tegelijkertijd binnen zijn, ook al gaat het om een zeer grote winkel. Nieuw is ook dat we weer met 2 mogen winkelen, maar het moeten wel 2 mensen zijn die onder hetzelfde dak wonen. Minister Verlinde vraagt om toch goed vooraf te reserveren om files aan de deur te vermijden. We vragen toch om dat zoveel mogelijk te vermijden. Net zoals je het zou doen voor een doktersreservatie of voor een restaurant, zoals we dat kenden uiteraard. Omdat we willen vermijden dat er lange wachtrijen staan aan de winkels waar mensen dan last minute zouden reserveren en er toch weer terug veel contacten zouden zijn. Zal dit nu echt wel de oplossing zijn om minder contacten en zo te hebben? Want afspraak aan de deur, dat is wel nog altijd mogelijk. We hebben geprobeerd om de administratieve lasten zowel voor de mensen als voor de winkeliers en de handelaars zo laag mogelijk te houden. Maar ik denk dat ondertussen iedereen weet wat we moeten doen om zo snel mogelijk die cijfers weer naar beneden te laten gaan. En ik ben er ook van overtuigd dat iedereen dat goed zal aanpakken en de nodige reservaties wel tijdig zal maken. De meeste kleuterscholen zijn vanaf maandag dan toch dicht voor onderwijs. Dat hebben de onderwijskoepels zelf beslist. Het overlegcomité bepaalde afgelopen woensdag dat de lessen overal worden opgeschort, behalve in het kleuteronderwijs. Maar dat lokte heel wat reactie uit, niet het minst in de kleuterscholen zelf. De koepels van het katholieke en het gemeenschapsonderwijs kiezen er nu zelf voor om ook voor de kleuters een week pauze in te lassen. De scholen organiseren wel noodopvang. We vragen wel aan de mensen om een attest te hebben van hun werkgever. Want ja, we moeten natuurlijk zorgen dat de groepen niet te groot worden en dat we voldoende opvangmogelijkheden hebben. Sneller duidelijkheid zou voor iedereen, denk ik, handiger zijn geweest en minder opschudding hebben veroorzaakt. Ik denk dat we al gewoon zijn van onze planten trekken. Als je ergens in de dichte familie een knuffelcontact heeft, die kan bijspringen, ook al is het voor enkele uurtjes. Kan dat wel helpen? De kleuterscholen van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs krijgen van hun koepelorganisatie de raad om wel open te blijven of toch zeker voor opvang te zorgen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weits geeft toe dat het verwarrend kan zijn voor ouders. Ik begrijp wel dat die druk immens is, maar wij vragen van als je het niet mogelijk acht om open te blijven, om dan ook wel te voorzien in een opvang. Is dat niet allemaal heel verwarrend voor de ouders? Absoluut, absoluut. De Deen Kasper Askreen heeft na een indrukwekkende solo de E3 Harelbeke gewonnen. Askreen gaat er al op 66 kilometer van de aankomst alleen vandoor. Wout van Aert verliest veel energie door een lekke band, probeert nog wel weg te geraken, maar kraakt. En op 12 kilometer van de aankomst wordt Askreen gegrepen, maar hij heeft toch nog de kracht om een tweede keer aan te vallen. En dat levert hem de zege op. Zijn teamgenoot Seneschal wordt tweede, Mathieu van der Poel is derde.
I was really motivated today to go out and create a hard race. That's where I have my biggest strengths. And I was not afraid to open up the race early. But to go solo for that long was not the plan. But yeah, in the end, when you're off the front, you just have to put your head down and make the most of it. Zondag komt er alweer een grote koers aan, Gent-Wevelgem. Maar de organisatie daar zat met een probleem. Hun perscentrum voor zo'n 100 journalisten kon niet op de vertrouwde plek geïnstalleerd worden, omdat die gebruikt wordt als vaccinatiecentrum. Ze moesten dus op zoek naar een andere locatie. En wat het geworden is, hoort u in ons journaal van 7 uur. Tot later. Stel nu zelf je persoonlijke nieuwsoverzicht samen met Mijn Nieuws in de gratis VRT Nieuws-app.